En zo bemerkt Santoro al vroeg, maar dat is een intelligente man. Dat wist hij wel vooraf natuurlijk, dat dit een totaal ander balspel is dan gisteravond tegen Zafin. En nu Straak. Ik zei dat, die passings die blijft Schalken niet missen als de approach, zoals ze dat noemen, te simpel is. En dat was in het laatste, bij de laatste bal was dat zo. Dus wat tekening in de strijd. Eerst dacht ik heel even dat Schalk het gevoel had dat die rally gelopen was. Maar daarna moest hij echt nog lopen. Maar dat deed hij goed. Eén kans nog over. Eén setpunt nog over. Bang! Ja, dat zit er zo zuiver en zo goed op. En dat game Santoro klinkt. Een tikkie terug. Dat vinden de mensen leuk. Hij denkt, ja, ik moet wat. Ik heb er af en toe helemaal weggezet. Dat pakt er goed uit. Is een wereldpunt, hè. En dat tekent ook wel dat Santoro is niet gek. Die zet tegenover, laten we zeggen, de serieuze gedegen arbeid van Shane Schalken. Dat is niet de man voor de grap en de grol. Wat is dit, zeg? Jongens. Uitknippen, opplakken. Wat een wereldbal. Dat willen we wel drie keer terugzien. Kijk wat hier gebeurt. Pats op zijn onderarm gespeeld. In de blok. Ja, de klasse van zijn bal herkent. Dat doet hij wel. En dus noteren wij de wedstrijdpunten. 4 in totaal op het eerste Straak. En het is niet verbazingwekkend dat uiteindelijk Shane Schalken die tiebreak in de tweede set wint. Het is door de hele partij heen genomen echt de beste van de twee geweest. In de tweede set, dat mocht je verwachten, nog meer variatie in het spel